Welkom bij Buitenspel, de voetbalpodcast waarin ik, Jelle Ruts, samen met mijn goede vriend en medevoetbalfanaat Ruben Botte, wekelijks terugblik op de afgelopen voetbalweek. Bij ons vandaag is Dries Wouters. De 23-jarige defensieve middenvelder speelde in de jeugd voor KSK Jekora en KRC Genk. Bij Genk kon hij uiteindelijk doorgroeien naar het eerste elftal. Op zijn 18 jaar mocht hij debuteren bij Genk in de beker van België, toen nog onder Peter Maas. Op zijn, een jaar later, mocht hij zijn competitiedebuut maken tegen KV Oostende, toen ook nog onder Peter Maas, en toen stond hij centraal achterin. Dries Wouters, goedenavond. Goedenavond. Alles goed? Zo, met jullie? Ja, dat gaat. Ja, goed. Ben je eigenlijk bekend met podcasts? Nee, dit is de eerste keer. Het is de eerste keer dat ik dit ga doen, ja. En het is niet dat je naar een bepaalde podcast luistert of zo? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er weinig ervaring mee met het te doen en met luisteren. Dus vooral is een eerste keer. Ja, het is dat. Je speelt al heel je leven voor Genk. Is dat een bewuste keuze? Wil je zo'n beetje de Olivier de Schacht van Genk worden? Nee, dat is niet per se een bewuste keuze, maar ik ben van deze streek en ik ben hier opgegroeid, dus ik denk dat het voor mij een heel comfortabele omgeving is en, ja. Ik zit er op het moment goed, dus waarom weggaan, denk ik dan. Ja. Heb je wel nog de droom om van club te veranderen ooit? Ja, natuurlijk is iedereen zijn droom om in een hogere competitie te spelen, maar dat is bekijken hoe het gaat en we zien wel hoe het verder loopt nog in de toekomst. Ja, heb je zo'n club waar je dan vroeger fan van was? Goh, ik was eigenlijk heel veel fan van Real Madrid. Ja. Ik volg ze nu nog altijd wel. Niet dat ik elke week kijk, maar toch via livescore van die zaken kijk ik toch wel wat de uitslagen zijn. Ja. Ja, dan heeft de invloed van Thibaut Courtois misschien ook wel wat te maken. Ja, dat kan. Hij is ook een speler van Genk in de jeugd geweest en zo, dus... Ik ken hem niet persoonlijk, ik heb nooit met hem samengespeeld, maar het is toch wel altijd leuk als je zo'n speler daar kunt bewonderen. Was je dan vroeger fan van Genk? Ja, eigenlijk wel, want ja, ik ben van Limburg, dan van de streek, en dan is het eigenlijk ook wel logisch dat je fan bent van Genk, want je hebt nog zijn truiden, maar oké, daar waren mijn ouders niet zo voor, dus volgde ik hun mening. Ja. Ja, ik denk ook voor elke tiener in Limburg dat de droom naar Gent gaan. Allee, dat is denk ik voor elke persoon daar de droom om bij Gent te spelen. Ja, inderdaad. De grootste club, als kleine jongen kijken daar naar op natuurlijk, naar KRC Genk. En het is mooi dat ik daar nu speel en ik denk dat voor heel veel kinderen een droom is. Ja. Ja, dit seizoen bij Genk, jullie beginnen... Beetje een slechte start gehad, maar nu toch wel begint het heel goed te lopen. Ben je blij met de speeltijd die je nu krijgt? Goh, natuurlijk wil ik altijd wel meer spelen. En op het begin ben ik gestart en eruit gezet voor een reden die ik nog altijd niet begrijp. Maar oké, dat was onder een andere trainer. Nu hebben we pas een nieuwe trainer, dus is het afwachten wat hij wil doen en wat hij gaat doen. Dus we zien wel. Ja. Zou je voor een andere ploeg eigenlijk in België ooit kunnen spelen? Goh, zeg nooit, maar nu is dat moeilijk te zeggen natuurlijk. Hè. Ik ben speler van Genk en ik speel al heel mijn leven, dus in principe zou ik zeggen van niet, maar in het leven weet je nooit. Ja. Is er dan ooit al interesse geweest van andere clubs? Goh, er is wel altijd interesse van andere clubs en zeker vroeger of ja, een paar jaar geleden voor uitgeleend te worden of nu nog zelfs, maar dat is toekomst, dus dat zien we wel wat er gaat gebeuren. Kunnen dat zeggen wat dat zo'n specifieke clubs waren die naar u geïnformeerd hebben? Goh, ja, bijvoorbeeld Sotoariam heeft al geïnformeerd in het verleden, KV Mechelen ook, Waas van Beveren. Dus het zijn wel één voor één mooie clubs, maar dan is het natuurlijk kijken wat de voordelen en nadelen zijn om te vertrekken of niet. Dus. Ja. Een luisteraar vroeg zich af wat dat je zou geworden zijn moest je geen profvoetballer geworden zijn. Goh, dat is een moeilijke vraag. Vroeger dacht ik wel altijd dat ik kinesist zou willen worden. Ja. Maar als ik dan nu de kinesisten zie bij ons in de club, die eigenlijk heel lange dagen maken, van 's morgens tot 's avonds moeten werken, is dat misschien een zware job, kun je toch zeggen. Ja. Maar oké,
het is wel een leuke job natuurlijk. Dus het interesseert me wel het menselijk lichaam en hoe er gezond mee bezig zijn. Dus. Ja. Heb je dan nog gestudeerd ook na je middelbaar of niet? Ik heb na mijn middelbaar nog voor een boekhouder gestudeerd aan PXL. Maar dat was maar 1 jaar, dus ben ik stom dat het eigenlijk moeilijk te combineren was toch met het voetbal. Ja. En heb je dan nog plannen voor na je carrière? Ja, ik ga sowieso niet niks doen, maar het is nu moeilijk om te zeggen in welke sector of in welke richting ik zou verder gaan. En in het voetbal blijven, zie je dat bijvoorbeeld zitten? Ja, dat is wel een optie, denk ik. Ik denk wel dat het trainer zijn in mij zit. Al weet ik wel niet als ik dat op het hoogste niveau zou willen worden, met al die druk en mijn stress. Maar dat zien we dan wel. En ja, ik ga graag met kinderen om en zo, dus wie weet, jeugdtrainer of zo, zie ik wel zitten. Ja. Ja, dit seizoen is in Genk toch al vrij vaak in de media gekomen door de trainerswissels. Hoe heb jij die ervaren? Ja, natuurlijk is dat niet leuk dat je zoveel trainers hebt op zo'n korte periode. Maar oké, dat is het voetbal van tegenwoordig, zeker in België. Nee. Dus ja, enerzijds gaat je daar wel mee om, maar het is niet zo dat er een wereld van verschil is tussen alle trainers. Dus het is zeker niet dat het zoveel invloed had op de groep in negatieve zin, denk ik. Dus ja, het gaat nu beter. Dus het is in ons voordeel geweest, denk ik, die trainerswissels. Ja. Het is alleen jammer natuurlijk hoe Torb is weggegaan. Oké, dat zijn keuzes die hij zelf maakt en enerzijds ook wel te begrijpen zijn. Ja. En was je akkoord met het vertrek van Hannes, allez, of het ontslag van Hannes Wolf? Goh, akkoord. Dat is een club die dat beslist. En ergens begrijp je dat als de resultaten tegenvallen. Ik vond het persoonlijk wel een goede trainer, maar als de resultaten niet meezitten, is het natuurlijk moeilijk voor een trainer. En dat is de eerste die geslachtofferd wordt. Ja, dat is waar. En heb je dan ook een soort van frustratie over dat Torup dan vertrokken is? Zoals Bongonda bijvoorbeeld dat? Gewoon, nee, ik vind het gewoon jammer. Iedereen vat dat anders op natuurlijk. Hij had meer hoede. Ik vond het jammer dat hij wegging, want ja, iedereen had hem wel graag als trainer. En persoonlijk vond ik het ook een goede trainer. Dus het is spijtig, maar dit is voetbal van nu, denk ik. Ja. Ja, nu John van den Brom, die we kennen van zijn passage bij Anderlecht. Wat zijn uw eerste indrukken zo van hem in die eerste weken? Goh, hij is een heel vriendelijke man. Hij praat heel veel met spelers. Hij is heel aanwezig op trainingen. Ik denk dat hij ook een mooie palmares heeft als trainer. Dus ik denk dat er alleen maar positieve dingen te zeggen vallen over hem. Dus ik ben benieuwd naar de toekomst. Ja, en hij speelt ook graag attractief voetbal. Voetbal ja, vooruit, inderdaad. Dat we dit weekend ook al hebben kunnen zien. Ja, denk ik in jullie, ja, in jullie goals die jullie daar maken. Ja, dat belooft veel goed. Nee, klopt. Ja. Langs de andere kant is er dan wel de eerste helft die wat minder was, kunnen we toch wel zeggen. Ik denk dat na een half uur moest Kroen op voorsprong komen en eigenlijk was dat zelfs verdiend. Ja. Op dat moment was dat wel inderdaad een verdiende voorsprong en ik denk dat we misschien wel goed wegkomen dat het niet 0-2 werd. Maar oké, we zitten momenteel aan de kant waar alleen positieve dingen zijn en dat we eigenlijk dan juist voor de rust nog een goal maken, dat heel goed was voor onze wedstrijd uiteindelijk. Want ik denk als we met een achterstand naar die tweede helft gaan, dat het een heel andere wedstrijd kan zijn. Ben je eigenlijk altijd centrale middenvelder? Allee, ik heb gezien dat je debuut in de beker was zeker op linksachter. Ja. En dan ja, ook centrale verdediger geweest. En dan nu centraal verdedigende middenvelder. Ja, ik ben ook opge... posities waar je gespeeld hebt, toch? Ja, ik ben opgeleid als centrale verdediger eigenlijk. En ook als linksachter wel heb ik gedepaneerd in de jeugd. Ja. En eigenlijk als middenvelder heb ik nooit gespeeld. Dat is pas begonnen onder Clément. Oh, die mij daar had gezet vanwege de blessures. Ja. En dat is, ja, dat heeft goed uitgepakt. Dus ben ik daar uiteindelijk blijven staan. Elke trainer zet me daar nu opnieuw. Dus ik denk dat dan wel een... dat ik daar positief iets heb laten zien. Ja, dat jaar onder Clément had je... Allee, op middenveld toch wel... een paar stevige spelers die daar ook stonden. Wie was dat allemaal toen? Malinowski. Was Malinowski daar ook bij? Ja. Pozzuelo had gestandig werking, maar natuurlijk Sander was geblesseerd en Braai ook. Ja. Dus daarom dat ik daar toen ben geposteerd en dat heeft toen uitgedraaid waardoor ik daar heb staan.
Ja, dat jaar zijn jullie dan ook kampioen geworden? Ja, het is het half jaar ervoor dat dat begonnen is. En toen hebben we nog play-off 1 gehaald op het laatste moment. En het jaar daarna zijn we dan kampioen geworden. En is dat zo het mooiste wat je ooit in je carrière hebt meegemaakt? Ja, ik denk het wel tot nu toe. Ik denk als je kampioen kunt worden met een ploeg, is een van de mooiste dingen die je meemaakt, natuurlijk. Goed gefeest ook. Alsjeblieft. Goed gefeest ook. Ja, dat was een mooi feestje achteraf. Maar het enige jammer was dat we dan dat op een donderdag was dat we kampioen speelden in Anderlecht. En dat we dan zondag al opnieuw wedstrijd hadden. Allee, niet dat die wedstrijd nog veel uitmaakte, maar toch wouden we daar geen afgang hebben. Op Anderlecht, dat was nog een spannende wedstrijd, zeker, hè? Ja, daar is het gelijk Bolassie, geworden. ja. Ja, Bolassie maakte ja. gelijk. Ja. Ja, Juist. inderdaad. En dan Dat had had je ik. nog geluk dat eigenlijk Standaar won van club, denk ik. Waardoor we genoeg hadden met een punt. Was dat de goal van Heijnen dan? Of was dat Ja, sowieso weer? dat is goed van. Nee, van Heijnen, denk ik. Van Heijnen, Ja, ja. van Heijnen. Ja, dat is een mooie goal. Ik herinner me dat nog. Ja, inderdaad. En zijn er dan dit seizoen ook specifieke ambities om echt te gaan voor die een titel, of? Goh, ik denk dat dit seizoen eigenlijk een heel raar seizoen is, zoals je al ziet. In het begin stonden we redelijk van onder en dan staan we nu opeens tweede, dus het kan allemaal heel snel gaan. Ja, dat is zo. Ik denk, nu je daar staat, moet je natuurlijk die plaats proberen vasthouden. En de eerste doelstelling is natuurlijk play-off 1 halen. En dan zien we wel welke richting het uit kan gaan. Ja, het is een heel spannende competitie dit seizoen, hè? Ja, inderdaad, alles staat kort op elkaar en veel ploegen laten punten liggen. Ik denk dat dat wel enerzijds met het publiek te maken heeft, omdat er geen publiek meer is in thuiswedstrijden. Dus dat voordeel valt een beetje weg. En ja, zo wordt het toch een spannende competitie dit jaar, denk ik. Hoe ervaar je dat zo spelen zonder publiek? Ja, in het begin is dat raar natuurlijk, hè. Als je een thuiswedstrijd hebt voor normaal 20.000 man en nu voor niemand eigenlijk. Dus aanpassen, maar ik denk dat je dat wel snel gewoon wordt. Ze spraken daar ook vaak over dat het thuisvoordeel veel minder was. Vorig seizoen viel dat ook wel op. Maar dit seizoen was dat toch weer al wat minder. Is dat bij jullie ook zo het geval dat als jullie op verplaatsing gaan, dat jullie zo minder stress hebben of gewoon minder druk voelen? Oh, niet dat ik weet, persoonlijk is dat toch niet het geval? Maar ja, natuurlijk zie je wel dat de uitslagen altijd verschillend zijn als je thuis of uitspeelt, dat dat een verschil is. Vreemd, maar ik denk dat dat bij elke ploeg zo is. En ik denk dat er eigenlijk weinig verklaarbare redenen voor zijn. Misschien dat je het thuispubliek niet achter hebt of niet zo goed voelt op een ander veld als thuis. Dus. En wat is toch de sterkste tegenstander waar je dit seizoen al tegen hebt gespeeld? Qua ploeg dan? Goh, ik denk dat we eigenlijk al veel moeilijke matchen hebben gehad dit seizoen. Dus het is ook moeilijk te zeggen om daar één ploeg uit te kiezen. We hebben eigenlijk matchen verloren of gelijk gespeeld die we eigenlijk altijd hadden moeten winnen. Maar ik denk dat we ook matchen gehad hebben die we in principe altijd moeten verliezen als je de kansen bekijkt die we dan toch winnen. Dus het is ook moeilijk om één tegenstander eruit te kiezen wat het moeilijkste was, denk ik. Wie verwacht je zo bijvoorbeeld in play-off 1 dan? Goh, ik denk dat Club Brugge wel elk jaar die doelstelling heeft en ook bewijst dat ze een zeer sterke kern hebben. Ja, het is moeilijk. Standaar heeft een even goede kern, maar ze laten het wel wat afweten, soms met resultaten. Maar ik denk dat ja, wij hebben ook een sterke kern en we staan nu van boven weer. Beerschot dat het uitzonderlijk goed doet, wat niemand verwachtte, denk ik. Nee, ja, dat is En dan waar. heb je Leuven die mee van boven staan, Anderlecht die wel wisselvallig is, maar toch punten haalt dit jaar. Dus het is toch heel spannend, denk ik. Ja. Maar je verwacht wel dat Genk er zal bij zitten dan. Dat is toch de bedoeling, ja. Is dat ook niet raar dat dat nu opeens naar 4 ploegen is gegaan in plaats van 6? Allee, in het hoofd dan. Ja, je staat er natuurlijk niet zoveel bij stil op het begin, maar op het einde zult je daar wel rekening mee moeten houden dat het uiteindelijk maar 4 ploegen zijn. En dat is niet veel, aangezien je ziet wat de kwaliteiten zijn in onze competitie. En het zal knokken worden tot de laatste speeldag. Dus laten we hopen dat we erbij zijn. Je scoort in je carrière, heb je nog niet zoveel goals gemaakt. Ik denk, ja, ik kan er mij eentje herinneren, denk ik, op Kortrijk dat was, met een volley. Ja, op Kortrijk. Ik denk dat ik er
drie heb gemaakt. Dus in de beker ook eentje 2 jaar Ja, geleden. En is op Anderlecht ook nog. ja. Dus het Ja. zijn er uiteindelijk niet zo heel veel. Geniet je daar dan wel extra hard van als je scoort, of? Ja, omdat ik toch een speler ben die in principe niet heel veel scoort. En dan is dat natuurlijk heel speciaal als je dat toch doet. En zeker als dat voor de club is waarvoor je altijd hebt gespeeld. Dus dat is Ja. wel eigenlijk een droom die dan uitkomt. Score je liever of hou je liever de nul? Of heb je liever dat je een keer een goede tackle doet of zo? Goh, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat dat ook van moment op moment afhangt. En Ja. als ik de ploeg kan helpen met een goal waardoor we 1-0 winnen, dan is dat natuurlijk die goal die ik liever maak. Maar ik denk als verdedigende middenvelder en verdediger dat het belangrijk is om die nul te houden. En ik denk dat als je als verdediger zijnde of middenvelder zijnde, dat je daar als eerste van uitgaat. En Ja. dat de aanvallers moeten zorgen voor die goal. En wat is zo de beste speler waar je al tegen hebt gespeeld in je carrière? Goh, tegengespeeld. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik heb nu bijvoorbeeld een Hans van Aken rondlopen die heel moeilijk te bespelen is. Hij zoekt altijd slim de ruimtes en aan de bal is hij ongelooflijk sterk. Ik heb ook wel eens linksachter gespeeld tegen Diatta. Ook een zeer goede speler met heel veel individuele kwaliteiten. Ja. Maar ook ja, in de ploeg zelf bij ons hebben we ook bijvoorbeeld Leon Bailey gehad. Op training Ja, heel moeilijk te bespelen. En ja, Leandro Trossard. Dat zijn ja, toch toppers. En het is niet voor niks dat die allemaal in een grote competitie spelen. Ja, zwaar. Die versnelling aan de bal moet echt verschrikkelijk zijn als verdediger, denk ik. Ja, inderdaad. En zeker als je dan nog iets groter bent zoals mij en wendbaarheid niet je sterkste punt is, dan is het niet aangenaam om Ja. tegen zo snelle, vinnige spelers te spelen. Heb jij ook ooit tegen Doku moeten spelen? Nee. Ik heb ooit één keer tegen Doku gespeeld bij de belofte nog, denk ik. En toen was wel al duidelijk dat hij gemaakt was voor een grote competitie. Want voor Ja. hem ging het toen ook allemaal iets te gemakkelijk eigenlijk. Ja. Verwacht je dan dat je nog ho veel hoger gaat geraken dan Ren? Ik denk wel dat hij zeker nog stappen kan maken. En als ik nu de Franse pers over hem zie schrijven, is dat toch heel veel positief. Dus hij is ook pas 18 of 19 jaar. Dus ik denk dat hij wel een heel grote toekomst heeft. Ja. Ja, maandag kregen we ook het droevige nieuws te melden. Allee, kregen we het droevige nieuws dat Anele, ex-Genk, is omgekomen in een verkeersongeval. Ik ben nu niet 100% zeker, maar heb jij nog met hem samengespeeld? Ja, ik heb nog met hem samengespeeld. Ik denk ongeveer een dik half jaar. Toen ik de eerste keer ben doorgeschoven naar de A-kern onder McLeish, was hij een van de patroons in Genk en een van de grote spelers eigenlijk. En toen het jaar daarna is hij bij Peter Maas vertrokken. Dus ja, ik heb nog met hem samengespeeld. Leeft dat dan binnen de club, zo'n nieuws? Ja, tuurlijk. Je merkt dat wel bij mensen die er al langer zijn in de club, dat het toch wel dat je dat voelt en dat het zeer spijtig nieuws is natuurlijk. Ja, dan is het ook tijd om over te gaan naar een klein spelletje dat ik heb voorbereid. Ik zou bijvoorbeeld kunnen vragen met wie is de beste voetballer waarmee dat je ooit op het veld hebt gestaan, maar dat ga ik nu niet doen. Ik heb de top 20 mee van spelers waarmee jij op het veld hebt gestaan, die Ja. in hun carrière de hoogste marktwaarde hebben gekend volgens Ja. Transfermarkt. Dus niet enkel bij Genk, maar ook bij de jeugd van de Rode Duivels dan. Ja. Dus ja, jullie mogen om de beurt eens gokken. Ja, Dries, Wie jij de mag beste beginnen. is, of Wat? wie de hoogste marktwaarde heeft, Ja, bedoel ja, ja, ja. Niet per se momenteel, maar het hoogste ooit in hun carrière gehad hebben. Ja. Ja. Jurrie Tielemans? Ja, die staat op 1, inderdaad, met 55 miljoen. Leandro Trossard. Ja, Trossard, die staat op 7, met 16 miljoen. Wilfred en Didi. Ja, die staat op 2, 45 miljoen waard. Timothy Castagne. Ja, die staat op 4. Dan hebben we nog Leon Bailey. Ja, die staat op 3.
Ik ken veel goede spelers, maar ik weet niet dat ze allemaal bij u hebben gespeeld. Koulibaly kan dat? Koulibaly staat er niet tussen, nee. Niet? Nee. Oei. Maar je krijgt nog een tweede... Ah nee, wacht, ja, we gaan gewoon verder. Maar niet uit. Ja, dat is niet waar. Wie hebben nog? Sander Berge? Ja, die staat op 5. Dat is mooi in volgorde aan het zeggen. Oei. Malinowski? Ja, die staat op 6. Nee. Oh, wie gaat er nog? Ali Samatta? Samatta, ja. Die zit er ook bij, denk ik. Ja, op 11. 12 miljoen waard. Hoeveel hebben we? Nog 13. Nog 13? Oei. Nee, 12. 12, 12. Ik ben bij de Rode Duivels gaan denken. Ja, nog 2 Rode Duivels die echt in de A-kern hebben gezeten de afgelopen weken. Zoals 3. Ik ben niet Genk. Ja, maar je moet niet alleen Genk kijken, hè. Ja. Dennis Praat, nee. Nee. Ik zou het minder weten, niet. Jari Verscharen, zal die er ook niet tussen staan? Verscharen staat er niet tussen. Nee. Heb je daar wel nog voor gespeeld? Ja, bij de belofte vorig jaar heb ik daar nog wel alleen met EK bij gezeten. Dus, ja. Ah ja, maar bij de kern was dat ze niet samen op het veld gestaan? Nee, we zijn niet samen op het veld. Ah ja, voilà, ja, dus het is alleen maar wie dat je echt op het veld hebt gestaan die erbij zit. Wie gaan we dan nog hebben? Staat Pozuelo daar misschien nog tussen? Pozuelo staat er tussen, ja. Ja. Op plaats 17 met 8 miljoen. Bornau kan dat? Ja, Bornau staat er ook tussen, op plaats 10. Wie gaan we nog hebben? Staat Salemakers er nog bij? Salemakers op plaats 8, ja. 15 miljoen. Ja. Cool. Plaats 9 is een moeilijke, vind ik zelf. Ik ken hem niet echt goed, die speler. Maar zie, er zit iemand bij, zeker nog, die jullie zouden moeten kennen, die nu bij Genk speelt. Bogonda staat er ook nog bij, Nee, Bogonda niet. Nee. In het verdedigende compartiment. Melen. Ja, Melen. Die staat er ook bij. Ja, ik zal de rest gewoon zeggen. Op plaats 9 stond nog Enes Unal. Ja, daar zou ik zelf ook echt nooit op gekomen zijn. Dan Aurel Mangala van Stuttgart, denk ik dat hij nog zit. Matthew Ryan. Kabasele. Clinton Matta. Colli. Lukumi en Di Matta. Ja. Die waren... Ja, mooie namen. Ja, inderdaad. En is Tielemans dan ook... Ja, hij staat wel op plaats 1 van qua marktwaarde, maar is dat dan ook echt de beste speler waar je nog mee hebt samengespeeld? Ja, ik heb met hem samengespeeld in de jeugd bij de Rode Duivels. Dus dat was... Ooit waren we 16, 17 jaar. En ja, toen was er wel al te zien dat hij... Dat hij een groot talent was, maar het was moeilijk om te zeggen dat hij het zo ver ging schoppen en het zo goed ging doen in de Premier League. Ja. Maar hij had dat potentieel toen al. Ja. Toen hij bij Anderlecht vertrok naar Monaco, die keuze begreep ik niet zo heel goed. Het heeft daar ook niet echt de pannen van het dak gespeeld. Goh, ik begreep dat wel, want ja, dat was toch. Ja, de meeste jeugdtalenten van hen waren toen wel al weg. Zo Mbappé en zo, denk ik. Maar ja, die hadden wel... Ja, ik denk dat die het seizoen daarvoor kwartfinale Champions League hadden en zo. Hè. Ja, maar ik zag Youri Tielemans niet echt in de Franse competitie spelen. Zag hem eerder zo naar Duitsland trekken of zo. Een carrière à la De Bruyne proberen uitbouwen. Ja. Bij een iets mindere ploeg in Duitsland beginnen en dan zo... En naar dat proberen werken. Maar ja, kom, hij heeft het... Uiteindelijk, Als hij naar Leicester wil... Dat is waar. Dat is een ploeg voor hem, hè. Ja, inderdaad.
Ja, dan is het nu tijd om over te gaan naar de rubriek waarin dat we een keer in alle competities gaan kijken. We hebben drie matchen uitgekozen, uit de Premier League eentje, uit La Liga eentje en ook uit de Serie A eentje. We zullen beginnen met de Premier League. Daar hebben we gekozen voor de match Newcastle-Chelsea. We hebben daarvoor gekozen omdat ik Newcastle-fan ben al heel mijn leven en Ruben Chelsea-fan. En Ruben, Ja. ja, jij bent gewonnen dit weekend. Ja, het was een beetje eenrichtingsverkeer, vooral in de eerste helft dan. De Nee. commentator zei het zelf ook: dit is het perfecte voorbeeld van eenrichtingsverkeer. Ja, en Chelsea begint wel te draaien op dit moment, hè. In het begin Ja. toch wel wat punten laten liggen ook. Thuis op het einde nog veel goals weggegeven. Verdediging was niet 100% stabiel dan met Kepa en zo, maar nu vind ik wel dat. Ja, dat er een lijn begint in te komen. Ja. Goh, ik weet niet echt wat ik van Newcastle moet zeggen dit seizoen. Het is echt op en af. Want ja, ze winnen dan bijvoorbeeld tegen Everton. Ze spelen gelijk op Tottenham. Dat zijn wel mooie resultaten. Maar dan ja, wat als ze dan, hoe dat ze spelen met mij. Ja, meestal is het rond de 30% balbezit. Dat is gewoon verschrikkelijk om aan te zien. Maar uiteindelijk vond ik het tegen Chelsea. Heeft Chelsea ook wel nog een beetje geluk gehad? Want Ja, die zeker. eerste goal is dan een on-goal. Ja, inderdaad. Ja. Heb jij de match ook gezien of gewoon een samenvatting? Nee, ik kijk wel vaak de samenvattingen Ja. van buitenlandse competities. En meestal kijk ik wel Engels voetbal, maar dat is nu niet meteen de match die ik had uitgekozen om te kijken. Ja. Maar ik heb de samenvattingen gezien en ja, eigenlijk, ik zag wel veel kansen van Chelsea, maar uiteindelijk hebben ze op het juiste moment ook wel geluk gehad met die on-goal dan. En Ja. Newcastle die toch ook wel een paar kansen, serieuze kansen, de nek om heeft gevangen. Ja. Maar de klasse van Timo Werner en Ja, en Ziyech die met zijn tweede voorzetten, goal, denk jong. ik wel dat, ja, Die inderdaad, counter van die tweede die goal, versnelling. die versnelling, dat is Ja. weinig een gegeven. Dat is echt zot. Ja, inderdaad. Abraham Inderdaad. had hem echt nog maar binnen te leggen. Dat was al het werk Ja, was al inderdaad. En gedaan hij is voor ook hem. Niet zelfzuchtig om daar zelf te proberen schieten. En hij legt die bal Nee. gewoon simpel vooruit in de loop van Abraham. Dus Ja. ik denk dat ze daar wel een goede aankoop mee gedaan hebben, met Ja, Werner. zeker. Ja, zeker. Maar hij kan ook beter hoor, want hij heeft dan in de eerste helft daar wel een serieuze kans nog laten liggen. Ja, dat Als hij wel. echt Dat top wel. gaat zijn, dan. Maar Ja, de maar hij is ook beste nog jong, trans. hè? Dus. Ja, hij is nog vrij jong. Maar de beste transfer, want ze hebben er nu vrij veel gedaan deze zomer bij Chelsea. Maar Ziyech vind ik persoonlijk de beste van allemaal op dit moment. Die klasse, die voorzetten dat hij geeft Ja. met zijn linkse. Zie ik, Strak is en echt dan. wel top bezig, hè? Ja. Soms doet hij mij. Het is niet dezelfde speler als Hazard, maar soms doet hij mij denken aan de speelwijze. Hij heeft zo die Ja. versnelling, die creativiteit. En Ja. dat hebben ze bij Chelsea wel vorig jaar gemist. Ik denk dat Dat we was nu het. al kunnen Ja, stellen inderdaad. dat Chelsea met Ziyech een vervanger heeft voor Hazard, maar Real Madrid met Hazard nog geen vervanger heeft voor Ronaldo. Nee. Dat Maar ik denk is dat wel dat heel duidelijk. moeilijk is om Ja, Ronaldo te gaan tuurlijk. Dat vervangen bij is Real Madrid. sowieso, ja. Dat is Maar ja, waar. goed, hij heeft nog niet gebracht wat hij hoort te brengen volgens zijn niveau. Ja. Ja, Newcastle had eigenlijk één hele grote kans die de afstandsschot op een hoekschop, denk ik dat was, van Ja. Longstaff. Heel mooie Ja. bal, maar op de lat. Enfin, voor de rest was het weer weinig te zien. Ik vond toch niet dat Chelsea super sterk was of zo. Ik verwacht eigenlijk nog meer van Chelsea. Ja, zeker. Maar het is ook, ja, ze zeggen het wel, die nieuwe transfers moeten ook wel nog wat ingepast worden. Ja. Alleen nu hebben ze toch wel de komende tijd gehad om goed te werken. En ja, Havertz, die zouden nog om te doorkomen, was nu wel in Ja. quarantaine de afgelopen weken. Maar goed, als die allemaal op topniveau gaan komen, dan denk ik wel dat ze moeten kunnen meedoen voor de titel. Ja, ook omdat de andere ploegen het een beetje laten afweten, hè? Allee, zo'n City of Ja, zeker. Liverpool ook nog niet. Ben Ja, benieuwd hoe ik denk ver dat voor Tottenham hun. gaat geraken. Ja. Maar ik denk dat voor hun ook allemaal hetzelfde gegeven is zonder supporters, denk ik. Dat gaat op een Anfield, denk ik, dat wel een verschil maakt, Ja, natuurlijk. sowieso. Met of zonder supporters. Hè. Het is in alle competities eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat alle grote ploegen het een beetje niet per se laten afweten, maar toch spannender houden dan andere jaren. Ja, is waar.
Oké, dan is het nu tijd om over te gaan naar onze match die we gekozen hebben in La Liga. Dat was de wedstrijd Atletico-Barça. Atletico won die match met 1-0. Dat was voor het eerst sinds het seizoen 2009-2010 dat Atletico thuis nog eens kon winnen van Barça. En dat uitgerekend door een doelpunt van onze landgenoot Yannick Carrasco. De wedstrijd op zich vond ik redelijk saai. Llorente heeft nog een grote kans gehad die hij tegen de lat knalt. Messi had een klein kansje vanuit een scherpe hoek. En Longley had nog twee kopbalkansen. Ook Griezmann had nog een kopbalkans, maar eigenlijk vrij weinig groot gevaar. Hebben jullie de wedstrijd gezien? Ik ook gewoon de samenvatting eigenlijk. Ja, ik heb ook alleen de samenvatting gezien van die uitschrijving. Ja. Ja, en dan hebben jullie ongetwijfeld de goal dan van Carrasco gezien, die toch wel vrij mooi was. Ja, was ja, mooi gedaan. Ja. Ter steeg die daar uiteindelijk wel niet moet Ja, zijn, dat is maar waar, dat is Carrasco waar. die dat wel met klasse eigenlijk Ja. hem voorbij gaat nog en ja, mooi binnenlegt. Ja, ik denk dat Correa was die een boogballetje gaf in de rug van Piqué of zo. Ja, dat kan, En dat durf ik dan, niet te zeggen. ja, Ter Stegen, ik weet niet wat hij daar kwam doen. Ik denk dat hij ja, even dacht dat hij Neuer was. Ja, inderdaad. Maar ja, Carrasco tikte dan een bal in één tijd, denk ik. Dat was ook door Ter Stegen Ja, zijn benen. En de zo ja, buitenkant van zijn eigenlijk voet, ja. vrij makkelijk 1-0 binnenleggen. Ja, over de match ja, was ik een beetje teleurgesteld. Ik heb ze nu gezien en ja. Van een Atletico Barça verwacht je meer, maar dit seizoen, ja, wat moet je nog verwachten van Barça? Ik weet het niet. Ja, dat is ook zo. Als je ziet eigenlijk hoe Barça speelt, is toch eigenlijk ja, erg als je het vergelijkt met een paar Ja, jaar geleden. Als je dat toen zag met Xavi, Iniesta, Busquets, ja. Mhm. Messi, die toen nog precies iets meer goesting had als dit seizoen. Ja, sowieso. Want ja, oké, Messi heeft wel nog zijn klasse, maar ik denk dat hij toch eigenlijk heel veel wandelt op het veld en niet aanwezig is. Waardoor het niet altijd simpel is voor zijn medespelers, die Ja, dat is uiteindelijk zo. niet die klasse hebben als toen Xavi en Iniesta hadden. Ja. Ja, dat was echt een geoliede machine toen. Hè. Die had, Ja, ja, dat was. elke positie in dat elftal was. Er stond vast wie dat daar speelde, denk ik. Dat was, Ja, inderdaad. iedereen Dat kende was. elkaar daardoor en door. Ja, nu. Piqué dat dan ook nog uitvalt, waardoor dat de Jong nog Ja. centraal van achter moest spelen, wat ik ook echt niet. Allee, ja. Beetje zielig Ja, eigenlijk voor een club als Barça dat zoiets kan gebeuren. Dat, ja, een goede aanvallende middenvelder eigenlijk als verdediger moet gaan spelen. Ja. Ja, Dat dat is zou wel spijtig op on-Barceloniaans. zoiets moet ja. Nee, inderdaad. Ja. Ja, Atletico staat nu ook 9 punten al voor op Barça. Met elk 8 wedstrijden gespeeld. Atletico staat nu op de tweede plek ook met 20 punten. Maar ze hebben nog twee matchen te goed. En als ze die winnen, komen ze over Sociedad op de eerste plaats. Denken jullie dat Atletico sterk genoeg is om dit seizoen kampioen te worden, eventueel? Het is moeilijk te zeggen, denk ik. Ik denk wel Ja, dat ze een mooie transfer hebben gedaan met Suarez, ja, zeker, die ja. toch wel elk jaar bewijst dat hij zijn goaltjes maakt. Dus, en zeker in een ploeg als Atletico denk ik dat die zeker niet meer staat. Nee, ja, dat is waar. Ja. Het is ook wel afwachten wat ze tegen de iets kleinere ploegen doen. Want Atletico doet het vaak goed tegen de grote clubs, omdat ze in organisatie spelen en het van achter heel goed dicht houden, maar Ja. aanvallend. Allee, met Suárez nu hebben ze wel een heel goede transfer daarvoor gedaan. Ja. Dus ja, het is vooral te zien als zij het spel moeten maken, hoe dat ze dat tot een goed einde brengen. Ja, dat is waar. Ja, dan is het tijd om over te gaan naar de wedstrijd die we gekozen hebben uit de Serie A. Dat was Napoli AC Milan. Ja, toch weer sterk AC Milan dat weer al wint. En ja. Blijft gaan en ja, moeilijk nog te verslaan is, denk ik, om echt titelkandidaat te worden dit seizoen. Ja, ik denk het zeker wel. Zeker als je Ibrahimovic Ja. ziet spelen op zijn 39e nog, is toch Is belachelijk gewoon. uitzonderlijk goed. Ja. Ja. Ik denk dat ze vooral teren op zijn sterkte. En hij is nu wel geblesseerd, denk ik. Dus Ja, hij is hoop uitgevallen het niet twee te weken. erg. Ja. Want hem zullen ze toch zeker missen, vrees ik. Ja, sowieso. Hij scoorde ook op alle manieren. Hè. Dat had ik dit seizoen nog niet gezien van Ibrahimovic. Maar nu scoort hij Ja. ineens ook al met zijn knie. Ja, Ja, hij inderdaad. blijft gaan. Ja, Inderdaad. het is ongelooflijk. Salemakers heeft
voor mij toch wel een goede wedstrijd gespeeld. Ja. Ik had het, ja, eigenlijk is dat niet te verstaan dat Salemakers bij Anderlecht nooit een vaste basiswaarde is geweest. En nu bij de top in de Serie A wel gewoon. Ja, dat is vreemd, maar. Ja, het is niet te verklaren. Vorig jaar met hem. Nee, vorig jaar toen ik met de internationale ploeg zat, was het ook al, zag je toch wel zijn klasse, vond ik. En dan vond ik het ook al vreemd dat hij eigenlijk bij Anderlecht niet speelde. Ja. En, uiteindelijk dacht iedereen misschien dat het een rare transfer was voor hem naar Milaan. Maar ja. Ik denk dat hij nu al bewijst dat hij dat zeker waard is. En dat hij het goed doet, want hij speelde elke week. Ja, inderdaad. Hij is ook al uitgevallen met een blessure, maar ik weet niet hoe lang dat zal zijn. Ook hopelijk niet te lang, want ze hebben al twee basisspelers voor Milan nu dat eruit vallen. Zeker. Ja, Mertens heeft ook gescoord. Ja. Niet super speciaal of zo. Ik vond Napoli een beetje tegenvallen weer. Ik weet niet. Ja, Napoli is een beetje wisselvallig, heb ik het gevoel. Ja. Ja, toch ook wel een goede spits bijgehaald, Osimhen. Mm-hmm. Daar heb je toch ook wel wat van verwacht dan. Ja. Ja, Napoli is elk seizoen wat heel matchen heel goed, dan matchen weer minder. Want er zit wel echt kwaliteit in dat elftal. Als je naar die spelers gaat kijken, allemaal individueel, zitten daar toch wel bepaalde spelers bij die echt nog hoger kunnen. Ja. Mm-hmm. Dat is zo. Ja, dan is het nu tijd om over te gaan naar onze momenten van de week. Of spelers die we deze week gekozen hebben. Dries, voor wie heb jij gekozen? Ik heb voor Theo Bongonda gekozen van ons. Ja. Ja, wat hij laat zien de afgelopen weken. En ja, hij scoort nu, ik denk, drie keer op een rij. Mm-hmm. Twee goals per wedstrijd. En ik denk dat het al van 2009 geleden was dat iemand dat heeft gedaan in de Belgische competitie. Mm-hmm. Dus dat is uitzonderlijk. En ja, hij is gewoon een topspeler en ook een topgast. Dus hij is niet alleen op het veld om te genieten om naar te kijken en mee samen te spelen, maar ook naast het veld in de kleedkamer is hij een fijne kerel. Ja. En hij bewijst nu eigenlijk dat hij toch die miljoenen dat Genk gegeven heeft aan hem, dat hij wel waard is. Ja, zeker. Ja, alleen het zijn niet de minste goals dat hij maakt, hè. Het zijn geen intikkers. Nee, nee, inderdaad. Het komt vaak van een individuele actie. En dan zie je toch wel dat hij, denk ik, wel een van de beste van België is in die actie. En dat hij moeilijk te verdedigen is. Ja, dit weekend ook. Zijn eerste goal, denk ik, dat was de 2-1. Dat hij gewoon een versnelling plaatst, naar binnen snijdt en met zijn linkse voet binnenlegt. Ja, die verdedigers maakten hun zelf belachelijk. Want eer dat die gedraaid waren, was de bal al binnen. Ja, dat lijkt zo simpel wat hij doet, maar het is toch, ik denk dat er weinig spelers in België zijn die te nadoen. Mm-hmm. Het is echt een topspeler en laat het zien wekelijks. Ja, dat is wel feit. Bij Zulte Waregem ook echt topmatchen gespeeld in de tijd dat wij daar nog speelden. Ik herinner mij ook nog dat ik naar Anderlecht een match was gaan kijken, dat we hem toen echt live voor ons bezig zagen en dan zie je echt welke klasse hij eigenlijk heeft. Bij Zulte Waregem had hij ook nog die extra ruimte in de rug van de verdedigers en dat hij op de bal kon komen, waardoor hij nog eigenlijk iets meer die actie kon maken. Wat het misschien dit seizoen al of vorig seizoen bij ons wat moeilijker maakte, dat hij die ruimte niet altijd kreeg. En hij is denk ik het beste bal aan de voet met zijn gezicht naar de goal. Ja, hij vindt beter en beter die ruimtes en hij maakt er ook goed gebruik van. Ja, het is sowieso aanpassen als je van een club als Zulte Waregem naar toch wel een topclub als Genk gaat. Hè. Dat, ja, inderdaad. Het is anders denk, hij heeft de tijd gekregen om te winnen en hij doet het nu goed. Dus ja, alleen maar positief. Ja, sowieso. Ruben, voor welk moment heb jij gekozen? Ja, ik heb gekozen voor Erling Braut Haaland. Vorige week de Golden Boy Award gewonnen voor beste jongeren in de wereld en dit weekend scoort hij weer met gemak 4. Mm-hmm. Het is ook echt, ja, vorig jaar bij Salzburg scoorde hij ook heel veel doelpunten, maar ja, toen kon je nog niet zeggen, is het nu een momentopname, een bepaalde periode in zijn carrière dat hij het heel goed doet. Altijd afwachten met jonge spelers natuurlijk, maar ja, dan de overstap naar Dortmund gemaakt, meteen goals beginnen maken en eigenlijk niet meer gestopt. En dit weekend opnieuw met 4 doelpunten. En allemaal in de tweede helft, hè. Niet over heel de match.
Dus ja, heel veel respect voor die gast eigenlijk. En ook ja, heel grappig in zijn interviews. Ja. Kan heel droog overkomen, maar ja, het veld laat het toch zien wat zijn waarde is. Ja, straks, allee, we nemen dit op dinsdag. Straks speelt Club Brugge tegen Dortmund. Wat zijn de verwachtingen? Kan Brugge stunten of? Ik denk dat het een heel moeilijke avond gaat worden voor hen. Zeker als Haaland gaat meedoen en als hij in vorm is, heeft hij toch al ja, bewezen dat hij een moordende spits is in Ja, niet normaal. elke wedstrijd. Het is niet dat hij er alleen staat op bepaalde wedstrijden, hij staat er gewoon elke keer. Dus ja, ik vrees dat het moeilijk gaat worden, maar oké, in voetbal weet je nooit, alles kan Zwaar, gebeuren. ja. Ja, je mag hem echt geen centimeter geven. Of, Nee, hij is inderdaad. sterk, hij is snel, hij heeft eigenlijk alles wat een spits in dit hedendaagse voetbal moet hebben. Ja, Club heeft het ook al aan de levende lijven ondervonden, hè. Ja, inderdaad. Ik denk dat de heenmatch, ik vond wel dat ze echt slecht verdedigden bij de tegengoals en dat er veel te vermijden was. Zelf ook dat ze hun kansen hadden voordat ze op achterstand kwamen. Ja, ja, maar daarna, ja, eens dat 0-3 was die wedstrijd gedaan. Ja, uiteindelijk zat het misschien wel wat meer in voor hen natuurlijk. Ze hadden op begin Ja. kansen, zoals gezegd, en ook dat ze die goal te makkelijk slikken. Dus Ja. ja, wie weet als ze nu beter of efficiënter zijn in beide boksen, dat ze vandaag wat meer geluk hebben en ja, misschien kunnen ze toch iets rapen Ja, we zullen het zien vanavond. dan. Ja. Ja, ik heb gekozen voor Calvert-Lewin, de spits van Everton. Je kunt hem bijna elke week kiezen eigenlijk. Hij scoort altijd wel een doelpuntje. Het is echt, ja, voor mij een van de revelaties van de Premier League dit seizoen. Afgelopen weekend was het weer prijs. Hij heeft 2 keer gescoord op het veld van Fulham. Zeer belangrijke goals, want ja, Everton wint uiteindelijk maar 2-3. Na 40 seconden, een mooie actie van Richarlison, en moest hij de bal eigenlijk maar binnenlopen. Fulham kwam dan terug op gelijke hoogte, maar Calvert-Lewin duwde dan iets later de bal weer al eens binnen. En Doucouré heeft dan ook de 1-3 gemaakt, en dan was de wedstrijd eigenlijk dood. Maar Loftus-Cheek scoorde dan wel nog de 2-3, en was het eigenlijk nog wat bibberen en beven voor Everton, maar uiteindelijk winnen ze wel. En staan ze voor Everton op een zeer mooie positie in het klassement ook. Ja, Calvert-Lewin is nu topschutter van de Premier League. 10 keer gescoord in 9 wedstrijden. Zijn doelpuntenaandeel ook voor Everton 52% is extreem hoog. Dat is meer dan Ronaldo, meer dan Vardy, meer dan Salah. Hij staat nu ook op kop dus in het topschuttersklassement van de Premier League. En ja, ik verwacht echt nog veel van hem dit seizoen. Ja, zeker, maar hij speelt daar ook al een aantal jaar. Het is raar dat hij eigenlijk maar vanaf dit Ja. seizoen echt is losgebroken, hè. Maar Ja, ja, dat is waar. hij staat daar, vooral zijn kopbal sterkte is enorm. Ja. Elke match krijgt hij denk ik wel een kans met het hoofd. Ook al weet de tegenstander het, maar het is moeilijk te verdedigen. Ja, dat is waar. Ja, dan is het nu tijd om over te gaan naar onze laatste rubriek, die we op een luchtige manier proberen af te sluiten. We hebben 10 dilemma's voorbereid voor jou, Dries. Je kiest dus telkens een van de twee antwoorden. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, dus stel, Genk heeft ineens superveel geld en ze kunnen één speler terughalen. De Bruyne of Courtois? Wie zou je het liefst willen? De Bruyne. Ja. Ja, ik denk dat we nu de goal verzekerd zijn voor de toekomst met Maarten van de Voort. Dus Ja. ik denk dat dat ook wel een toekomstige topper gaat worden. En ja, De Bruyne, ik denk als iedereen kan kiezen, als hij De Bruyne in zijn ploeg kan hebben, ja of nee, dat het toch altijd Ja, ja gaat zijn. dat is waar. Ja, Koeken is ook nog van jullie zeker, hè? Van Mechelen. Is hij niet Koeken is uitgeleend? verkocht, denk ik. Hij is Ah, is hij verkocht, denk verkocht? ik. Ja, Ja, oké. ja, ja. Ja. Dan het tweede dilemma. Een Vlaamse slager na een gewonnen partij, of mag het eerder wat steviger zijn? Goh. Dat is een moeilijke. Doe maar wat steviger. Ja. Aangezien het aantal weinig Belgen en Vlamingen we in de ploeg hebben, denk ik dat dan meer personen kunnen meedoen in het Ja. vieren van een feestje. Dus
geen polonaises na een gewone partij op Christophe of Nee, zo. dat zit er helaas niet in. Het zou wel leuk zijn natuurlijk, maar dat is bij ons niet mogelijk. Hebben jullie zo'n vaste DJ in de kleedkamer? Ja, meestal Bongonda is voor de Ja. wedstrijd en ook na de wedstrijd wel voor de muziek. En Vukovic zorgt voor het sfeertje. Als we gewonnen hebben, toch meteen in de kleedkamer. Ja. Dan het derde. Liever een hele dag voor tv en zitten voetbal te kijken of eens gaan wandelen met een vriendin? Oh, dat op dit moment misschien toch eens gaan wandelen met een vriendin, aangezien ik veel in de zetel zit met Ja. deze lockdown natuurlijk. Ja, dus ik heb al denk ik genoeg series en voetbalwedstrijden gezien. Dus Ja. dat ik nu misschien wat meer tijd aan haar kan besteden. Ja. Het zijn natuurlijk alle twee grote rivalen voor Racing Genk, maar als je een transferaanbod zou krijgen van Standaar en van Sint-Truiden, voor wie zou je dan kiezen? Ik denk dat ik hier veiligheidshalve geen antwoord op kan geven. Ja, Ik denk dan oké. toch misschien eerder voor Standaar, omdat Ja. Sint-Truiden is Dat is Limburg. natuurlijk nog grotere En rivaal, tegenover de supporters denk ik dat dat erger is dan Standaar. ja. Ja. In de basis bij een Turkse ploeg waar je veel geld schept, of liever als invaller bij Kaarsen Genk? Ja, dat is denk ik van het moment. Op dit moment zou ik liefst bij Genk blijven als basisspeler natuurlijk. Ja. Maar misschien op een oudere leeftijd en je moet aan de toekomst denken en financiële dan veel voor het geld kiezen. Ja. Ja, er zijn natuurlijk, jij bent een centraal verdedigende middenvelder, de echte toppers, zoals een Busquets of een Casemiro. Is er daar een speler? Een van die twee dan, waar jij je aan spiegelt of waar dat jij naar kijkt om beter te worden? Oh, eigenlijk, dat zijn nu de twee voorbeelden waar ik toch wel het meest naar opkijk. Zeker Busquets vanwege zijn voetballende kwaliteit, hoe rustig hij aan de bal is. En Casemiro, ja, eigenlijk een heel complete middenvelder, vind ik. Heel sterk ook aan de bal en zeker zonder de bal in die duels, dat hij eigenlijk zo goed als altijd wint. En ook nog eens regelmatig een mooie goal maakt. Ja. Dus ik denk dat dat wel twee van de beste middenvelders of centraal verdedigende middenvelders zijn van de wereld. Ja. En als je mag kiezen? Doe dan maar Busquets. Liever een avondje uitgaan in de versus of liever een familiefeest op het gemak? Avondje uitgaan. Ja. Is dat iets wat Ja, je vaak kan ja. doen? Nee, vaak kan dat niet. Dus misschien dat ik daarom daar juist voor kies. Meestal kunnen we naar een gewone wedstrijd wel eens gaan als we de dag erna vrij hebben en pas meer dan een week later spelen, dan kan dat wel eens natuurlijk. Ja. Maar het is niet zo dat elke week of zelfs maandelijks gebeurt. Dus. Ja, deze vraag hebben we al een beetje gehad, dus ik kan het antwoord wel wat raden. Maar na je voetbalcarrière, voetbaltrainer of voetbalanalist worden? Ik denk eerst, ja, dat is een moeilijke. Misschien toch voetbalanalist uiteindelijk. Ja? Omdat, Oh, oké. ja, bij analist zijn heb ik, allee, ik denk wel dat ik zie graag het spelletje, ik kijk graag voetbal. Dus het is altijd fijn om daarover te praten. En Ja. natuurlijk is er ook niet die druk aanwezig, zoals als voetbaltrainer zijn. Dus ja, voetbalanalist zie ik ook wel zitten eigenlijk. Ja. Liever leven op het platteland of in de stad? Leven op het platteland. Ja. Ja. Ik hou wel van rust en van natuur en een beetje kunnen genieten van buiten zijn. Ja. Met de hond bijvoorbeeld of met de vriendin of met vrienden weggaan buiten en gewoon rustig op het gemak zijn. Uw hond is ook bekend, heb ik gezien op Instagram. Ja, hij heeft wel een bekendheid onder de honden, ja. 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 Ben jij die dat doet of is dat eerder uw vriendin? Nee, dat is mijn vriendin. Ja. Daar hou ik me niet zo mee bezig. Ja, Limburg gaat gepaard met ja, een speciaal dialect, toch? Welke Ja. uitdrukking of welk gezegde gebruik jij het meest? Wat maken?
Of begeit. Dan toch eerder begeit, denk ik. Want wat maken is meer van Genk echt. Het is niet zo dat ik echt van Genk ben. Allee, ik ben wel opgegroeid in de omgeving, maar het is niet dat ik die woorden gebruik. Ik hoor het wel vaak, zeker toen ik in school zat in Genk. Maar het is niet dat ik daarmee praat. Spreek je veel in dialect of zo, of niet? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik moet eerlijk zeggen, wat maken kende ik nog van de serie Spitsbroers. Begeiten, dat heb ik moeten opzoeken, want ik wist het niet. Maar die serie van Spitsbroers, hebben jullie daar iets van gemerkt of zo? Of was dat tijdens de zomer dat dat vooral werd opgenomen? Ik denk dat het toen op het einde van het seizoen werd opgenomen bij ons. Dus we hebben daar wel dingen van gezien, maar niet dat we daar echt last van hadden of dat we dat veel hadden. Maar toevallig kwamen sommige acteurs wel eens tegen of zagen we dat die bezig waren. Is niet dat dat ons stoorde of wij hen stoorden. Dus. Ja, Dries, dat was het voor vandaag. Bedankt om aanwezig te zijn bij ons. Ik hoop dat het een beetje meegevallen is. Ja, dat is heel graag gedaan. Ja, het viel heel goed mee voor de eerste keer. Het was fijn en was zeker de moeite waard. En hopelijk kan ik dat nog eens doen. Verder dank ik ook mijn mede-podcaster Ruben Botte. Wij zijn er zeer binnenkort weer met een nieuwe aflevering. Wie onze gast dan is, daar kunnen jullie binnenkort achterkomen via onze Instagram, Buitenspelpodcast. Tot de volgende keer.